Er kan niet gefraudeerd worden, dit benadrukte DC Mike Nerkus, die tevens voorzitter is van het hoofdstembureau Paramaribo, naar aanleiding van de chaos die ontstond over de manier waarop het vervoer van stembiljetten heeft plaatsgevonden naar het hoofdstembureau in Nis. Het tellen van de stembiljetten op de stembureaus is reeds afgerond, zegt Nerkus. Maar van de 650 stembureaus zijn slechts processen verbaal van 57 stembureaus gecontroleerd en goed bevonden. De DC geeft aan dat hij en de leden van het hoofdstembureau erg moe zijn en daarom zal het controleren van de processen verbaal morgenochtend worden voortgezet. De mensen zijn gaan rusten. Ik ben de verantwoordelijkheid is bij mij. Ik ga als laatste van hier. Ja? Dus we zijn alles gaan we rustig parkeren. Alles gaan we rustig zetten. En ik hoop dat al die mensen die zo blij zijn op de poel, ja, toch de politie helpen. Laten ze allemaal lekker op alle dozen letten tot morgenochtend 10 uur. Toch? Ik draai 5,5 dag. Ze kunnen misschien tot 30. Ze mogen hier blijven. Ze mogen laten ze zitten. Ze mogen bivakeren. Okay. Toch? Dan helpen ze de politie om op die dingen te letten. Toch? Dat kan, laat vanaf morgen hoe laat? Dan kan niemand zeggen dat iemand iets is komen doen. Toch? Dus ik hoop toch van harte dat ze allemaal lekker blijven op die stoelen. Toch? Zo energievol. Toch? Dan blijven ze allemaal lekker kijken. En dan ga ik rusten. Dan mogen ze een beetje opletten. Dan morgen tegen 10 uur dan starten we. Dan voeren we de PV's in. Als we alle informatie hebben, dan maak ik het proces voorbij van het hoofdstembureau. Toch? Ik hou die openbare zitting, ik stuur die informatie naar het CRS en my work is done. DC Nerkus zegt verder dat door de verruiming van de stemtijden alles een beetje in het soep is gelopen. Maar dat betekent niet dat er gefraudeerd wordt, zegt hij. Wanneer die mensen stemkens komen ophalen, de politie is daar. Toch? De waarnemers van OKB gaan mee. Op de stembureaus zijn alle waarnemers van politieke partijen, OKB, OAS, al die mensen zijn daar. Ben je tellen? Wanneer dingen verzekerd worden, de politie komt mee, OKB komt, alles komt mee. Per fraudeer. Toch? Laat het eens een keertje duidelijk zijn. Toch? Ik vind het maar knap hinderlijk dat wanneer mensen toch gewoon dingen willen creëren. Toch? Die zijn. Dat was DC Mike Nerkus, voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo. We spraken hem vanmorgen in het hoofdstembureau in de Anthony Nesty Sporthal. Er was wat commotie ontstaan over het vervoer van de stembussen naar Nis.